In de vorige video hebben we de functies opgesteld bij deze balk. In deze video laat ik zien hoe je dan de dwarskrachten- en momentenlijn tekent. We gaan beginnen met de dwarskrachtenlijn. Deze zal er zo uitzien. Voor het eerste gedeelte kijk je naar de functie die je hebt opgesteld van 0 tot 3 meter. Dit is een constante lijn omdat de dwarskrachtenfunctie gelijk is aan een constant getal. Voor het tweede gedeelte kijken we naar de functie die is opgesteld voor 3 tot 6 meter. Begin bij het berekenen van het begin en het eindpunt. Dus x is 3 en x is 6. Je ziet aan de functie dat het een lineaire functie is. Dat betekent dat je tussen deze twee punten een rechte lijn hebt. Deze lijn kruist de x-as. En je zult alle kenmerkende waarden moeten vermelden in de grafiek. Dus zul je moeten uitrekenen op welke x deze lijn de x-as kruist. Dat doe je door de dwarskrachtenfunctie gelijk te stellen aan 0. En daaruit zal volgen dat x is 3,75 meter. Dan gaan we door met de momentenfunctie. Voor het eerste gedeelte kijken we naar de momentenfunctie opgesteld voor het bereik van 0 tot 3 meter. Je ziet gelijk dat als je x is 0 invult, dat dit gelijk is aan een moment van 0. Dan gaan we door met het berekenen van een moment bij x is 3. Dat is 13,5 kN. Tussen deze twee punten zet je een rechte lijn omdat dit een lineaire functie is. Bij het tweede gedeelte heb je een kwadratische functie met een negatieve richtingscoëfficiënt, dus zal dit een bergparabool zijn. Het hoogste punt van deze berg zal zijn daar waar de dwarskrachtenfunctie de x-as kruist en dat is op 3,75 meter. Om vervolgens de bergparabool te kunnen tekenen, reken je uit wat de waarde is aan het begin bij x is 3, wat de waarde is op het hoogste punt bij x is 3,75 en de waarde aan het eind bij x is 6. Vervolgens teken je aan de hand van deze waardes de bergparabool.